De Alpistar TGP Plus RV3 is de textiele variant van de leren GP Plus versie. Net zo sportief, maar dan wel met de bewegingsvrijheid die je van textiel kunt verwachten. Ik ben Marjolein van MKC Moto en in deze review ga ik je alles uitleggen over de Alpistar TGP Plus RV3 beschikbaar bij MKC Moto. De GP Plus R is een jas speciaal ontwikkeld voor de sporttoerrijder. Sport omdat hij een sportieve uitstraling heeft en tour omdat het een textiele jas is die over alle opties beschikt die je van een tourjas kan verwachten. De jas zelf is niet waterdicht, dus uiterst geschikt voor de zomerse seizoenen. Aan de binnenkant zit er wel een thermovoering, dus mocht het wat kouder worden, dan kun je deze eventueel eens erin laten zodat je wat extra warmte in je jas krijgt. Wanneer we gaan kijken naar de veiligheid van deze jas, dan zien we dat hij aan de buitenkant helemaal voorzien is van een textiele buitenlaag. Nou, textiel heeft als eigenschap dat het soepel is, maar wel de slijtvastheid biedt die jou dus van veiligheid kan voorzien. Nou, slijtvast zorgt er dus voor dat mocht je komen te vallen, dat de jas dan bij elkaar blijft. Wanneer we gaan kijken naar de impactprotectie, dan zien we dat op de delen waar de meeste druk op komt, mocht je komen te vallen, dat die voorzien zijn aan de binnenkant van protectie. Het gaat hier dan om de schouders en om de ellebogen. Nou, er zit aan de binnenkant zit er een matje. En dit matje zorgt ervoor dat hij gewoon soepel is. Goed om de elleboog en de schouders heen valt. Dus hier heb je geen last van. Maar mocht je komen te vallen, dan biedt hij wel de veiligheid die je daarvan verlangt. Als we dan doordraaien naar de achterkant van de jas. Dan zit hier aan de binnenkant een pocket. Waarmee je de jas eventueel kunt uitbreiden met een protectie. Een rugprotectie. Je kunt zelf kiezen of je deze level 1 of level 2 wilt. Level 1 staat er onbekend dat het wat soepeler is. En level 2 is de hoogste variant van impactprotectie die je kunt hebben. Dus daar kun je zelf een keuze in maken wat je belangrijker vindt. Verder zien we hier aan de achterkant ook wat reflectiestrepen. Deze dragen bij aan de zichtbaarheid van de jas. Dus mocht het wat donkerder buiten zijn, dan val je hierdoor op je rug ook wat meer op. Wanneer we helemaal doorgaan naar de onderkant van de jas, dan zien we hier zo, als we de jas een beetje omhoog doen, dat hier een lange aansluitrit zit. Nou, deze kun je gebruiken om deze eventueel vast te ritsen aan een textiele motorbroek van Alpistar. Het zorgt ervoor dat er geen wind van de onderkant erin kan komen. En het zorgt ervoor, omdat je echt één geheel maakt van de jas en een broek, dat het ook extra veilig is. Wanneer we weer terugdraaien naar de zijkant, dan zien we hierboven allereerst ook nog weer die reflectiestreep lopen. En daarboven zien we een TPU-slijder op de schouder zitten. Ook deze draagt erbij aan de extra veiligheid van de jas. Je schouders zijn een belangrijk onderdeel om te beschermen voor het geval dat je komt te vallen. Wanneer we weer helemaal terugdraaien naar de voorkant van de jas, dan zien we ook hier weer twee reflectiestroken zitten. Nou, we hebben dus aan de achterkant, de zijkant en de voorkant, weet je dus zeker dat je vanuit iedere hoek zichtbaar bent. Wanneer we gaan kijken naar het comfort van deze jas en we gaan hier naar beneden, dan zien we aan beide kanten twee steekzakken zitten. Die worden afgesloten met een rits. Deze zakken zitten aan de buitenkant en zijn niet waterdicht. Hou er eens even rekening mee dat als je wat waardevolle spullen bij je hebt die niet nat mogen worden, dat je die eventjes ergens anders opbergt. Maar voor de rest kunnen deze zakken gewoon gebruikt worden om je spulletjes mee te nemen op de motor. We zien hier aan de onderkant twee klittenband-verstelbanden zitten. Zitten aan beide kanten. Deze kun je gebruiken om je jas wat strakker aan te sluiten, mocht je hier behoefte aan hebben. De klittenbandsluiting zit ook hier zo aan de onderkant van de mouw. Kun je open doen. Daarachter zien we een ritssluiting zitten. Nou, als we deze open doen, krijg je dus iets meer ruimte om bijvoorbeeld je handschoen onder te dragen. En de jas vervolgens weer goed aan te laten sluiten op de mouw of op de hand. Wanneer we de jas gaan openen, dan zien we dat die wordt afgesloten door middel van een ritssluiting. En aan de binnenkant zien we als eerste al gelijk de warmtevoering zitten. Nou, deze warmtevoering is er los uit te ritsen. We zien hier die rode ritssluiting. Mocht het dus wat warmer worden, dan rits je die er gemakkelijk weer uit. We zien hier ook een waterdichte zak zitten. Dit is het enige waterdichte onderdeel van deze jas. Dus mocht je spulletjes hebben die niet tegen water kunnen, dan kun je die het beste hier opbergen. Verder zien we achter de warmtevoering een meshmateriaal zitten. Dit zorgt ervoor dat eventuele overtollige lichaamswarmte dat makkelijk kan worden afgevoerd naar buiten toe. Zodat als jij deze thermovoering eruit hebt, dat het ook gewoon prettig blijft zitten en dat je comfortabel blijft in de jas. Tot slot zien we hier bij de kraag dat hier een extra 3D mesh zit en een neopreenlaagje. Nou, beide materialen die ik net noemde zorgen ervoor dat je bij je nek geen irritatie kan krijgen door de kraag. Dat het gewoon fijn aan zit en dat warmte hier ook makkelijk kan worden afgevoerd.
Oscar Heer is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 75 kilo en draagt van de Alpistar TGP Plus RV3 een maat medium. Nou, zoals jullie kunnen zien zit hij gewoon goed. Hou er bij textiel altijd rekening mee dat het niet groter gaat worden. En mocht je wat dikkere kleding eronder aan willen dragen, een vestje of een trui, dan is het handig om deze eronder te dragen met het passen, zodat je zeker weet dat als alles erin zit, dat hij dan gewoon goed zit. Wil je nu weten wat de ideale maat is voor jou? Blijf dan even hangen. Wil je nu het product komen proberen of bekijken? Dan ben je altijd welkom in een van onze winkels of online op onze webshop. Vond je deze video nuttig? Laat het dan ons even weten met een duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven wanneer wij een video online zetten? Dan kun je dat doen door op het belicoontje te klikken. Wil je op de hoogte blijven van alles wat we bij MKC Motor doen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of volg ons op Facebook of Instagram. Ik ben Marjolein van MKC Moto. Bedankt voor het kijken.